Fashionista Magazine. En in deze beauty update ga ik jullie laten zien hoe je een messy ponytail maakt. Deze look zagen we al bij Lauren Conrad, Blake Lively, Doutze Kroes, Jennifer Morrison, Lieke van Lexbond en Laura Pester. Wat je nodig hebt is een kam, elastiekjes, een clip, schuifspeldjes en kleine elastiekjes. Een föhn, volume poeder, volume mousse, haarlak en wax. En let's get started! Gebruik volume mousse voor meer volume. Breng aan op je haar en föhn dan ondersteboven droog. Verdeel de voorkant van je haar in 3 plukken en zet de middelste tijdelijk vast. Doe wat wax in de overige 2 plukken voor wat meer textuur. Vlecht de 2 plukken in. Hoe vlecht je in? Begin voor het invlechten met 3 gelijke plukjes haar, zoals bij een normale vlecht. Maak eerst een paar slagen van de gewone vlecht. En daarna voeg je bij de linker pluk een beetje extra haar toe voordat je verder gaat en deze onder de middelste pluk legt. Ditzelfde doe je bij de rechter pluk. Voeg wat haar toe en leg hem dan pas onder de middelste pluk. Dit blijf je herhalen. Zo voeg je iedere keer wat extra haar toe aan de 2 buitenste plukken. Halverwege stop je met invlechten, maar je maakt de vlechtjes wel gewoon af, zoals bij een normale vlecht. Zet de vlechten vast met elastiekjes. Haal de voorste pluk nu los en gebruik volumepoeder bij de haaraanzet voor extra volume. Breng het met je vingers aan en wrijf het in je haarwortels. Toupeer de voorste pluk lichtjes. Maak nu met de rest van je haar een hoge staart en zet dit vast met een elastiekje. Vergeet niet om ook je 2 vlechtjes mee te nemen in de staart. Wikkel de 2 vlechtjes om de staart om het elastiekje te verbergen. Zet de vlechtjes aan de onderkant vast met wat schuifspeldjes. Creëer volume in je staart door nog wat haarlak aan te brengen. En tadaa! Dit is je messy ponytail. Ik hoop dat jullie deze video's leuk vonden. Wil je nu meer van deze video's zien? Abonneer dan hieronder op ons kanaal. Tot de volgende keer!